Mobini. Welkom kijkers, het is maandag, het is 9 uur, dus natuurlijk weer tijd voor een nieuwe aflevering van Opinie. Nog dat Bigisma Lobetaki dat if Maningere moest bekiezen op Ching, er blijkbaar veel minder mensen op deze aarde zouden rondlopen. Misschien begreep ik het niet zo goed vroeger, maar als je er iets bewuster van wordt, denk ik dat ze wilde zeggen dat dus het proces van zwangerschap, misschien ervoor, het proces zelf van zwangerschap en ook daarna, dat dat alles eromheen niet zo vanzelfsprekend is. Ik denk dat ze dat probeerde te zeggen. Nu zijn we in Suriname, het is een multi-etnische samenleving, dus je hebt verschillende culturen die samengepaard gaan dan met verschillende tradities, of zo je wilt, gewoontes. En iedereen heeft dus op zijn eigen gebied, gaat er een beetje anders om met zwangerschap en bevalling. Hoe het nou wil gebeuren als je het nou op de moderne manier wil doen, dus let wel modern tussen aanhalingstekens, of gewoon op de traditionele manier, voor een zwangerschap, tijdens de zwangerschap en na de zwangerschap is een totaal proces dat hele goede zorg nodig heeft. Daarom gaan we vanavond in Opinie praten over de pre- en postnatale zorg in Suriname. De gasten voor vanavond zijn Ashna Hindery Mohangu, projectleider Perisuur. Mohangu begon haar carrière aan de Antonie Kom Universiteit van Suriname, alwaar zij geneeskunde studeerde. Iets later heeft zij de overstap gedaan naar de studie Epidemiologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en is gepromoveerd in Public Health. Sinds 2007 is zij verbonden aan de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek. Vanuit deze organisatie is Mohangu mede-initiatiefnemer van Perinatale Interventies Suriname, Perisuur. Een organisatie die zich richt op het verbeteren van de zorg voor zwangere vrouwen en hun baby's in Suriname. Kijkers, Ashna Hindery Mohangu. Griselda Vliet van der Leeuw. Hoofdverloskundige in het Diakonessen Ziekenhuis. Van der Leeuw is moeder van 2 kinderen en is reeds 15 jaar werkzaam in het Diakonessenhuis. Zij is in 2003 gestart als verpleegkundige en is nu reeds 8 jaar verloskundige. Vanuit Perisuur is Van der Leeuw de coördinator van het project Samen Zwanger. Eveneens is zij de coördinator van het borstvoedingsteam in het Diakonessenhuis. Van der Leeuw zit thans in de afrondende fase van de bacheloropleiding Health Management. Kijkers, Griselda Vliet van der Leeuw. Welkom gasten, welkom mevrouw Ashna en mevrouw Griselda. Dank u wel. Bedankt dat u tijd hebt genomen om bij ons te komen op bezoek in Opinie. Zodat we heel inhoudelijk kunnen gaan praten over de pre- en postnatale zorg in Suriname. Ik zei daarnet in mijn inleiding dat if Maningere moest bekijken, ik zei de Bigismas, dat er misschien niet zoveel mensen vandaag aan de dag op aarde zouden zijn. Maar
Omdat het proces niet zo vanzelfsprekend is. Hoe belangrijk is het om die pre- en postnatale zorg te hebben in het proces van zwangerschap? Laten we daarmee beginnen. Ik kijk naar beide dames hoor. Okay. Het is heel belangrijk om het proces goed op te starten. Omdat je uiteindelijk een geboorteuitkomst moet hebben. En dat moet goed zijn. Dus de zorg ervoor moet optimaal zijn. Tijdens en ook erna. Om uiteindelijk te kunnen spreken van een gezonde samenleving. Het is belangrijk dat als je zwanger bent, je weet waarop je moet letten. Hoe je moet voeden. Als je eventueel ziektes hebt. Hoe je dan omgaat met die zwangerschap. Terwijl je misschien een chronische ziekte hebt. Dus vandaar dat die zorg rondom het zwanger worden, het zwanger zijn, optimaal moet zijn. En in principe moet je met die zorg beginnen al op het moment waaraan je eraan denkt om een kind te krijgen. Op het moment dat je eraan denkt om een kind te krijgen. Want ik zou denken dat de zorg begint bij de zwangerschap, toch? Dus het moment dat de vrouw zwanger is, dat begint toch daar die zorg. Hoe begint de zorg voor de zwangerschap? Al daarvoor moet je weten hoe gezond ben ik. Ben ik in staat om zwanger te raken? Zijn er zaken waar ik op moet letten? Dat wil zeggen, wij hebben een slogan. Im city skin fos ikiswam ching. En dat wil zeggen dat de preconceptiezorg, dat is dus de zorg die je moet hebben al voor je zwangerschap, er moet zijn, het goed moet zijn. Wij jonge mensen, ja ik ben jong, wij jonge mensen gaan er vaak van uit dat je hebt geen pijn, je hebt niets, dus je bent gezond, go ahead. Maar soms zijn er sluipende zaken, sluipende ziekten. Misschien heb je onderliggend een verhoogde bloeddruk. Je zit vaak met hoofdpijn, maar je denkt er niet aan om naar de dokter te gaan. En dat kan van invloed zijn op een zwangerschap. Of je hebt diabetes mellitus, suikerziekte, kan van invloed zijn op een zwangerschap. En zo zijn er nog meerdere chronische aandoeningen die soms onderliggend zijn, die van invloed kunnen zijn op die zwangerschap, waar je op moet letten als je zwanger bent. En vandaar dat we zeggen dat je al, als je op het punt bent om eraan denkt, je vindt je bent ready om een kind te krijgen, dat ingositaskingen, algehele check-up. Hoe zit het met mijn gewicht? Soms willen vrouwen zwanger worden, maar ze hebben een overgewicht. Als je daarvoor al op al dat soort dingen let, dan kan je gezond zwanger worden. Wanneer je dan zwanger bent, dan gaat het proces door. Dan moet je gezond blijven. Is het belangrijk hoe voed je jezelf regelmatig voor controle. Echo's maken om te kijken hoe het zit met de gezondheid van dat kind. De groei van dat kind. En als je op het punt staat om te bevallen, dan is het zo dat iedere zwangere vrouw er recht op heeft om een professionele verloskundige naast zich te hebben. Voor een gezonde geboorte, een goede geboorteuitkomst. Ja. Voor een gezond kind. Dus vandaar dat die zorg heel erg belangrijk is. Onvoorstelbaar, hè, mevrouw Ashna. Dat dus in principe de zorg van een van jou, van eigenlijk het proces, het hele proces van je kind of van zo'n baby, begint voor de conceptie. Je zou er in principe helemaal niet aan denken. Nee, we staan er niet bij stil. En men denkt dat de zorg voor een baby start wanneer de baby geboren is. Maar dat is niet zo. En de zorg start ook niet wanneer de zwangerschapstest positief is en de vrouw voor de eerste zwangerschapscontrole bij de huisarts, verloskundige of gynaecoloog is. Nee, de zorg voor een baby start al bij min 10 maanden, om het zo te noemen. Of zelfs langer, of zelfs periode al bij de gedachte dat je een kind wilt hebben. Start die investering al in een gezonde zwangerschap en een gunstige geboorteuitkomst te hebben en dus een gezonde baby. Mevrouw Griselda haalde het net al, als een moeder overgewicht heeft. Een vrouw met overgewicht, voordat ze zwanger wordt en tijdens de zwangerschap, dat neemt extra risico's mee. Zowel voor haar als voor de ongeboren baby. Als je middels interventies overgewicht en obesitas kunt terugdringen, haal je dat risico weg. Je investeert in een gezonde zwangerschap en in een gunstige geboorteuitkomst. Ja, ja. En heb je dus dat gedeelte voor de zwangerschap. En dan krijgen we dan de zwangerschap. En dan komt de geboorte van het kind.
als we even bij de geboorte van het kind moeten stil blijven staan, hoe lang blijft een moeder gemiddeld in het ziekenhuis, dus na de geboorte? Nou, het hangt er vanaf. Het hangt van het verloop van die bevalling af. Als er geen complicaties zijn opgetreden, dan kan die mevrouw al de volgende dag naar huis. Minimaal 3 dagen, maximaal 5 dagen. Als het bijvoorbeeld een bevalling is geweest waarbij er kunstmatig is ingegrepen middels een keizersnee, dan is observatie langer gewenst. Dan kan het hooguit 3 tot 5 dagen duren, afhankelijk van het verloop. Maar als alles goed is gegaan, dan kan het al de volgende dag. Ja, ja. En u praat over pre- en postnatale. Kan ik in de prenatale zorg ook dat gedeelte zetten van mensen die dus kinderwensen hebben dus, en dus een kind, kinderwensen hebben, dus een kind willen krijgen? Dat gedeelte komt ook in de prenatale zorg voor? Nee, dat is zelfs in de periode daarvoor. Prenataal wil zeggen, dat is de zorg die je biedt aan zwangere vrouwen. Dat is verloskundige zorg en dat is wanneer de vrouw al zwanger is. Maar mensen met een kinderwens, juist, daar heb je preconceptiezorg voor. Het woord zegt er al, het is de zorg voor de conceptie, voor de bevruchting. Ja, ja. En Perisuur heeft het preconceptiespreekuur geïntroduceerd in Suriname, waar mannen en vrouwen voor advisering en langs kunnen en voorlichting. Op het spreekuur en dan wordt door een arts of een verloskundige een structurele vragenlijst afgenomen. Zitten 1,5 uur samen, komen een heleboel zaken aan orde. Heel simpel, de leeftijd, hoeveel kinderen heeft ze eerder gehad of is ze nog nooit eerder zwanger geweest. Leefstijlfactoren, rookt de mevrouw, wordt ze misschien blootgesteld aan factoren, ook op het werk, die eventueel schadelijk kunnen zijn, zowel voor haar als haar partner, als het nog ongeboren kind. Maar ook een familieanamnese. Zijn er bepaalde aandoeningen die in de familie voorkomen, zoals diabetes, hypertensie? Heeft de vrouw zelf diabetes of hypertensie? Gebruikt ze medicatie daarvoor? En, want medicatie moet dan heel goed ingesteld worden. Want over het algemeen is bekend dat medicatie, ja, één. Het wordt gebruikt om iets te behandelen, maar er zijn ook neveneffecten, er zijn bijwerkingen. Ja, ja. Zo is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat vrouwen die medicatie gebruiken tegen hypertensie en diabetes een verhoogde kans hebben op een kind met aangeboren afwijkingen van het hart- en vaatstelsel of het centraal zenuwstelsel. Dus die medicatie moet goed ingesteld worden. Zijn er bijvoorbeeld aangeboren afwijkingen die in de familie voorkomen? Dan moet je ook extra alert zijn. Is de vrouw wat ouder? Dan kunnen daar ook extra risico's zijn. Ja. En zo wordt een hele lijst van indicatoren met een man, een vrouw, met name de vrouw hier, maar ook haar partner is heel belangrijk, wordt op een structurele wijze doorgenomen en dan wordt er een soort risico-inschatting gemaakt. Oh, mevrouw, als u overgewicht heeft, dan kunnen ook de risico's zijn voor u, uw baby. Hoe kunnen we dat risico verkleinen? Want dat hoort ook bij het proces dus. Dat hoort bij het proces. Ook bij het proces van dingen zoals. Oké. En soms zijn het hele simpele dingen waar mensen aan moeten werken om zwanger te kunnen raken. Leefstijl, stress. Het zijn hele kleine dingen die soms maken dat mensen langer moeten wachten aleer ze bevrucht kunnen raken. En dan krijgen ze die adviezen mee en dan zie je ze soms na een maand al terug, zwanger. Ja, ja. Dus het gaat niet... Oh, sorry. Ja, gaat u maar. Nee, dus daarom zeg ik het gaat niet echt zegt alleen maar. Het is niet zo vanzelfsprekend, dat hele proces. Er gaat een heel proces aan vooraf. Ja. In principe wil je dus de zaken onder normale omstandigheden doorgeleiden. Zo'n zwangerschapsproces, hè? Ja. Maar hoe zit het dan met iemand die dus, ik weet niet of ik het zo mag noemen, hoe zit het met de zorg, of dat voorstukje, dus bijvoorbeeld de preconceptie, hoe zit het dan met iemand die gewoon plotseling zwanger is geraakt? Hoe gaat dus de zorg daarmee om? Ja, iemand die plotseling zwanger is geraakt, daar is natuurlijk geen planning vooraf gegaan. Juist, er is, het is gewoon per ongeluk gebeurd, zeg maar. Ja, dus het is ongepland noemen we, maar hopelijk niet ongewenst.
in dat geval is een adequate prenatale controle, zwangerschapscontrole, cruciaal voor de begeleiding en de monitoring van de zwangerschap. En ook de bewustwording en de interventie die Perisuur aanbiedt aan vrouwen die al zwanger zijn, is samenzwanger. Dat is de interventie die Griselda coördineert. Ja. Waarbij zwangere vrouwen naast hun reguliere zorg bij de verloskundige, huisarts of gynaecoloog zwangerschapscontrole in groepsverband krijgen. Ze komen gedurende 10 sessies van 2 uren bijeen met andere zwangere vrouwen. De partners mogen ook meedoen, waardoor het dieper wordt ingegaan en er meer tijd is om bepaalde onderwerpen en vraagstukken te bespreken. En daar kan Griselda u alles over vertellen. En de vrouwen zijn dan, ze doen kennis op. Ze ondersteunen elkaar. Ze wisselen ook kennis uit, los van dat ze kennis opdoen van de getrainde verloskundigen. Maar daarnaast leren ze ook hun zwangerschap te managen. Zelfmanagement van de zorg van hun zwangerschap. Ze leren hun bloeddruk meten. Ze leren hun gewichten wegen en hun zwangerschapsduur. Alles wordt geregistreerd in een zwangerschapsboekje. De bewustwording, zoals we dat al zeiden. Het is enorm van belang. Welke veranderingen, hoe ga je om met al die hormonen? En alle veranderingen, lichamelijke, mijn jurk past me niet meer. En wat moet ik allemaal doen om straks wanneer de baby er is? Hoe ga ik om met borstvoeding als ik straks weer moet werken? Dat zijn allemaal vraagstukken die besproken worden. Nara, dus dan gaan we weer terug naar de bevalling. En het babytje is er. Dan gaan moeder en baby naar huis. Mm-hmm. In Suriname, hoe zit het met die zorg van wanneer moeder en baby naar huis gaat? In Suriname, hoe zit het daarmee? We zien een verandering. Ik zie een verandering. Vroeger was het zo, als je bevallen was, dan had je oma, Miss Jaya, soms zelfs de buurvrouw, die je kwam helpen met de nazorg, baden van de baby en verzorging van die moeder. Je weet, in Suriname heb je bepaalde bevolkingsgroepen die echt een bepaalde traditie aanhouden om zitbaden te nemen, warm baden te nemen, stoombaden. En die baby werd op een bepaalde manier verzorgd. Dat is wat we toen hadden. Maar nu zien we dat dat aan het afnemen is. Je ziet niet zoveel oudere mensen meer thuis die je kunnen helpen. Dus het is heel belangrijk dat de mensen gaan leren, dat de mensen leren hoe de baby te verzorgen, waarop ze moeten letten bij zichzelf als ze bevallen zijn, hoe de baby te voeden. En dat is waarin we dus in het programma Samen Zwanger, waar we de mensen op voorbereiden en mee helpen om te weten hoe ze met de baby om moeten gaan, hoe ze met zichzelf om moeten gaan, wat ze allemaal moeten doen. Vroeger was het zo dat als je bevallen was, automatisch de baby aan de borst en nothing else. Ja. Maar de samenleving is steeds moderner, modernere flessen, flesvoeding en allerlei dingen die in principe toch wel niet het beste zijn voor moeder en kind. En daar ondersteunen we de moeders in om ze te helpen. Zodanig dat als pa en ma naar huis gaan, dat ze het toch wel aan kunnen weten hoe ze de baby moeten baden. En komt het ziekenhuis misschien ergens ook in? Dus in sommige gevallen, kijk, vandaag aan de dag bij wijze van spreken hebben de mensen het druk. Dus oma misschien zelf heeft het ook druk en alle andere mensen eromheen. Is er een manier, dus zeg maar, ik weet niet, vanuit Stichting Perisuur misschien, door interventies naar de ziekenhuizen toe. Is er een mogelijkheid, is uw naam voor ook de zorg nadat mama en baby naar huis gaan? Nou, vanuit de ziekenhuizen? Nou, we hebben, het is dus de zogenaamde kraamverzorging. Er zijn wel thuiszorgorganisaties die kraamzorg kunnen bieden, die kraamzorg bieden. Maar er hangt een prijskaartje aan en niet ieder kan het zich permitteren. Mm. Dus vanuit samenzwanger, vanuit Perisuur en de interventie samenzwanger, leren we de moeders, de koppels, hoe ze dat moeten doen. Er is een speciale sessie waarbij babyverzorging aan de orde komt. En dan leren we ze vanaf het begin waar je op moet letten, wat je moet doen, wat heb je nodig om die baby te verzorgen. Waar zou je niet zorgen over moeten maken als je bepaalde dingen ziet. Een bepaald ding waar mensen, moeders zich vaak zorgen over maken is van, zuster, ik denk dat mijn baby diarree heeft. Elke ochtend als ik dat kind baat, zie ik water
een spuitbroekje en ik weet zeker dat het diarree is. En dan leren we ze dat het geen diarree is, maar dat zo de ontlasting van een baby eruit ziet, die uitsluitend borstvoeding krijgt. Ja, ik zeg het vaak, je hebt jezelf verraden, want daarmee vertel je dat je uitsluitend borstvoeding geeft. Dus zo ondersteunen we de moeders. Ja. In het project Samen Zwanger zijn er verschillende onderwerpen die aan de orde komen, die heel belangrijk zijn voor moeder, vader en baby. Ja, ja. We zitten hier met mevrouw Ashna Hindurima Mohanko. En zij is dus projectleider en manager bij de Stichting Perisuur. Als u misschien daarnet hebt aangezet, de Stichting Perisuur staat voor Perinatale Interventies Suriname. En dan zitten we ook met mevrouw Griselda Vliet van der Leeuw, die dus de coördinator is van het van de interventie is het, hè? Samen zwanger. Ja, samen. Hoeveel baby's worden er gemiddeld jaarlijks geboren? Hebben jullie die informatie? Ja, jaarlijks worden er ongeveer 10.000 Surinaamse baby'tjes geboren. 10.000? 10.000, dat is mooi nieuws. Ongeveer 85% van die baby's worden in de ziekenhuizen geboren, 15% in de eerste lijns instellingen. Dus en wat zijn de eerste lijns? Regionale gezondheidsdienst of de medische zending. In dat is 15%? 15%. En de overige 85% is normaal in de ziekenhuizen? Ja, en je kunt gewoon zeggen, omdat in het streekziekenhuis Nikeri één bevalling per dag plaatsvindt, gemiddeld, zijn de meeste bevallingen toch in de 4 ziekenhuizen in Paramaribo. Ja, ja. En dat is prachtig en dat is goed nieuws. Het minder goede nieuws is dat 1 op de 5 vrouwen, dus ongeveer 2000 vrouwen, 1 of meerdere ongunstige geboorteuitkomsten heeft. De baby wordt doodgeboren of de baby overlijdt in de eerste 4 levensweken. Of de baby is vroeg geboren. Of heeft een geboortegewicht, een laag geboortegewicht, onder de 2500 gram. En, of heeft 1 of meerdere aangeboren afwijkingen. En de factoren die bijdragen aan deze ongunstige geboorteuitkomsten zijn vaak al vroeg in de zwangerschap aanwezig. Of zelfs in de periode daarvoor. We hebben er al enkele voorbeelden gehad. En ze kunnen vaak voorkomen worden. Dus preventie is belangrijk. En daar is Perisuur dan bij komen kijken om interventies te ontwikkelen die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de zorg voor zwangere vrouwen en hun baby's in Suriname ten einde betere geboorteuitkomsten te bewerkstelligen. Sorry nog een keer hoor, misschien heb ik niet goed geluisterd, maar hoeveel vrouwen zei u dat dus? 1 op de 5. 1 op de 5 hebben een ongunstige geboorteuitkomst. Oké, ik dacht vroeger juist dat het gewoon, je hoorde mensen ook vaak vroeger zeggen dat, dat het nou zo eenmaal zo is. Of dat na Gadowani of een of andere verklaring natuurlijk zochten de mensen ervoor. Maar is het werkelijk zo onverklaarbaar, zo'n ongunstige geboorte? Of kun je hem echt vastpinnen aan bepaalde dingen? Soms is het onverklaarbaar, maar vele kun je wel vastpinnen aan een oorzaak, een bepaalde factor. Hoge bloeddruk, of gewoon dat vrouwen niet voor controle gaan, waardoor de uitkomst ongunstig is. Er is geen monitoring, geen begeleiding, geen guiding geweest tijdens die zwangerschap, waardoor zo'n kind dat niet haalt. En vanuit Stichting Perisuur, misschien samen met de ziekenhuizen, wordt er wel adequaat hier tegen iets gedaan om dus dit cijfer van 1 op 5 te droppen? Ja. We hebben dus, zoals ik al zei, een aantal interventies ontwikkeld. Eén is het preconceptiespreekuur, dat is gericht op mannen en vrouwen in de reproductieve levensjaren. En het spreekuur is ontwikkeld om een risico-inventarisatie te maken voor de conceptie, voor de zwangerschap. En daardoor te investeren in uiteindelijk een gezonde zwangerschap en een gunstige geboorteuitkomst. Onze tweede interventie, gecoördineerd door Griselda, dat is het samen zwangerzorgmodel. Dat is als de vrouwen eenmaal zwanger zijn. En dan komen de vrouwen in groepsessies bijeen, samen met de partner. De partner is actief betrokken. Dat is samen zwanger. Dat is samen zwanger. Ja. En op dit moment zijn we 2 nieuwe interventies aan het uitwerken. 1 is het vervolg van Samen Zwanger, dat is Samen Ouder, waarbij na de
na de geboorte van de baby, de ouders na gedurende 8 keer in het eerste levensjaar bijeenkomen om ook die ondersteuning en de ontwikkeling, de veiligheid van de baby om op de normale wijze te begeleiden. Verder zijn we ook van gedachten aan het wisselen met onze Nederlandse partners om een iGrow app te ontwikkelen en te introduceren in Suriname. Een app waarmee de groei van het kind gemonitord kan worden. Gewoon via de app? Via de app. Iedereen heeft een smartphone tegenwoordig. En het is vrij simpel om een van de oorzaken voor sterfte onder de 5 jaar wereldwijd, en ook in Suriname, is ondervoeding. Het kind groeit niet goed. En dat kun je eenvoudig monitoren en waarnemen en daar wat aan doen door gewoon zo'n app te introduceren. Ja. Dus dat zijn de vervolginterventies. En verder hebben we ook nog de audits. Als een baby is overleden, dat is nu al geïntroduceerd door Perisuur, dat met alle zorgverleners besproken wordt wat er gebeurd is. En belangrijk daarbij, het gaat niet om elkaar verwijten te maken. Jij had dat moeten doen en je hebt dat niet gedaan. Maar waarom is het misgegaan? Waarom is een baby overleden tijdens de zwangerschap of bij de bevalling of kort na de bevalling? En wat kunnen we aan doen? Wat kunnen we eruit leren? Dat het cijfer van 1 op 5 minder wordt. Ja. Dus wat kunnen we eraan doen? Dat wat gemaakt heeft dat bijvoorbeeld dat kind of die moeder het niet gehaald heeft. En dat gaat in de instelling, gaan we samen de verpleegkundigen, de kinderartsen, de gynaecologen. We zitten dan samen en dan wordt die bepaalde case besproken. En dan worden punten op een rij gezet. Wat hebben we goed gedaan? Wat had anders gekund? Wat ontbreken we? En zo spelen we daarin op. Wat kunnen we doen om het te voorkomen, dat het zich niet herhaalt? En deze audits hebben erin geresulteerd dat bijvoorbeeld op verloskamers echo apparaten zijn komen te staan. Het personeel andere richtlijnen hanteren, procedures is gaan hanteren. Want dan krijg je een beeld van wat er moet komen, dat dus dat cijfer. Precies. Maar je krijgt dan ook een beeld van, dat wat we hebben, de zorg die we bieden, is goed. De oorzaak lag elders. Die mevrouw is niet op tijd gekomen, waardoor we dat kind het niet heeft gehaald. Ja. U bent gewend van ons in opinie dat we dus straatinterviews afnemen en de mensen vragen hoe zij denken over het desbetreffend onderwerp waarover we het ook vanavond hebben. Maar dit keer hebben we geen straatinterviews, maar wel een interview met een verloskundige van de RGD te Peperpot. En dat is dus mevrouw Ari Sanawi. Laten we even gaan kijken. En kijkt u met me mee naar het interview met zuster Ari Sanawi. Ik ben zuster Ari Sanawi. Ik ben verloskundige van de RGD in het district Kommerwijnen. Het werk van een vroedvrouw is eigenlijk het begeleiden van de zwangere vrouw voor de bevalling, tijdens de bevalling en na de bevalling. Er is wel een verschil tussen een vroedvrouw en een gynaecoloog. De vroedvrouw begeleidt de zwangere, dus de zwangere vrouw voor en tijdens en na de bevalling. En de gynaecoloog kan veel meer. De gynaecoloog, wanneer er complicaties optreden, bijvoorbeeld als een zwangere vrouw problemen heeft bij de bevalling, dus dat het niet verder kan gaan, dan doet de gynaecoloog een keizersnee daarom. Dus dat doen wij als verloskundigen niet. De gynaecoloog doet dat. Een zwangere vrouw moet zo vroeg mogelijk bij de vroedvrouw of bij de dokter aanmelden, zodat we die mevrouw kunnen bijsturen tijdens hun zwangerschap. Als die mevrouw een lage salie heeft, dan kunnen we dat vroegtijdig aanpakken, toch? Via medicatie. En als er complicaties zijn,
dan kan die mevrouw gelijk ingestuurd worden naar de gynaecoloog, zodat de gynaecoloog dan zijn deel kan doen. De prenatale zorg op de poli is wel anders dan in het ziekenhuis, want op de poli is het niet zo druk. We hebben alle tijd met de vrouw en we geven ze voorlichting en in het ziekenhuis is het niet zo. In het ziekenhuis is het meestal heel druk en dan hebben ze niet zoveel tijd voor de vrouw. Terwijl op de poli dat wel zo is. We hebben een hele dag met de mevrouw en we geven ze voorlichting en ze kunnen gewoon vragen stellen en dan beantwoorden we die vragen. De mevrouw polyklinisch is bevallen, dan blijven ze niet op de poli, toch? Ze gaan daarna naar huis, maar niet gelijk hoor, na een aantal uren, hangt er vanaf als er complicaties zijn of niet, dan gaan ze naar huis, maar ze blijven wel eenmaal 24 uur in contact met de verloskundige, toch? En de zorg wordt wel helemaal tot aan huis gebracht, mocht er complicaties zich optreden daarna. Als ze polyklinisch bevallen, is het wel zo dat wij de eerste dag na de bevalling, de derde en de zevende dag, verplicht tot aan huis gaan. Om te kijken hoe het gaat met moeder en kind. Hebben ze hulp nodig? Waarmee kunnen we ze helpen? Meestal hebben ze dan hulp nodig bij het geven van borstvoeding, toch? Hoe moeten ze aanleggen? Dus dat soort dingetjes doen wij wel. Internationale Dag van de Verloskundige betekent heel veel voor mij, toch? Ik hou van mijn werk. Ik doe mijn werk met plezier en met passie. En ik vind het fijn om een vrouw te begeleiden tijdens de bevalling en daarna, ook daarvoor, hè, wanneer ze zwanger zijn. En het geeft me een soort, ik ben er trots op om een verloskundige te zijn, laat ik dat zo zeggen. Ik ben er echt trots op om een verloskundige te zijn. Ik ben degene die de baby als eerst vasthoudt en dan koestert en dan op de moeder zet. Dus ik ben er eigenlijk trots. Aldus zuster Arie Sanawi, het is zo prachtig om te horen en te zien wanneer iemand zoveel plezier heeft en zijn werk met passie doet. Het kwam heel prettig bij me aan dat de zuster Sanawi zei dat ze trots erop is om verloskundige te zijn. Dat is altijd zo mooi. Om je aan te geven dat er dus mensen in Suriname zijn die bepaalde beroepen hebben waarin ze echt plezier hebben, waarmee ze het echt met heel veel plezier nog doen. En dat allemaal draagt bij natuurlijk aan, want je moet je voorstellen als iemand zoveel plezier heeft in zijn of haar beroep en het met zoveel passie doet, dat je dus een geweldige uitkomst ook krijgt in dat gebied waar zo'n persoon opereert. Dames, mijn zuster Arie Sanawi is een verloskundige. En iets kwam even bij me in. Is er een verschil tussen een natuurlijk is er een verschil, maar wat is het verschil precies tussen een verpleegkundige en een verloskundige? Een verloskundige die houdt zich bezig met de zorg rondom de zwangere vrouw. En de verpleegkundige die biedt zorg aan zieke mensen. Dus een verloskundige houdt zich alleen maar bezig met zwangere vrouwen? Zwangeren, ja. En hoe ziet dan de rol van zo'n verloskundige in? Want ik hoor net zuster Sanawi zeggen dat je niet alleen er moet zijn bij de bevalling. Maar waar komt de verloskundige in beeld? Ja, laat me de vraag zo stellen. Nou, de verloskundige houdt zich bezig met zwangeren, maar ook met vrouwen die zwanger willen worden. Daarmee houdt de verloskundige? Daar begint het werk van de verloskundige eigenlijk. Okay. Je denkt eraan om zwanger te worden. Je kunt je melden bij een verloskundige, want ze kan je dienen van advies wat je moet doen om gezond zwanger te zijn. Daar begint eigenlijk het werk van de verloskundige. Ze begeleidt je prenataal, dus gedurende de zwangerschap, tijdens de bevalling en ook erna. Dat is dus het werkgebied van die verloskundige. Oh ja. De verpleegkundige die heeft een ander gebied. Die heeft te maken met interne geneeskunde, chirurgie, kindergeneeskunde, orthopedie.
terwijl de verloskundige dat niet heeft. Wat je wel hebt, is dat, dat je vrouwen hebt of mensen hebt die en verpleegkundigen zijn en ook verloskundigen. Hun gebied is dus breder. Ik ben verpleegkundige en daarna heb ik verloskundige gedaan. Dus ik kan zowel de zwangere vrouw dienen en ook de andere zieke mens. Maar is het vanzelfsprekend dat als ik verpleegkundige ben, dat ik dan automatisch ook het verloskundige gedeelte kan doen? Of is dat een aparte, heel aparte sectie? Als je verpleegkundige bent, kan je ook verloskunde doen. Maar als je een VWO-HAVO-basis hebt, kun je verloskundige worden. Daar dus ik moet toch een aparte studietje doen voor het verloskundige gedeelte? Ja. Het is makkelijker voor de verpleegkundige, want ze zitten al in het vak. Je leert al het empathisch gevoel ontwikkelen, gevoel voor je medemens. Mm. Dat heb je als verpleegkundige al, dus dat is een pre-pro voor jou. En voor iemand die vanuit, we noemen het de schoolbanken komt, die gaat dat ontwikkelen gedurende verloskundige opleiding. Dat is zo wat het verschil. Ja, ja. En dan kijk ik een beetje naar mevrouw Ashna, want om terug te komen naar Stichting Perisuur. Stichting Perisuur heeft de interventie. Dat woord interventie brengt me een beetje in de war, mevrouw Ashna. Ik zou zeggen, jullie hebben een project, Samen Zwanger. Maar u zei daarnet, nee, het is geen project, het is een interventie. Mevrouw Ashna, wat bedoelt u precies met de interventie? Bedoel je interventie naar de ziekenhuizen toe? Nou, interventies kunnen inderdaad op organisatieniveau zijn, maar belangrijker ook nog op zorgvragenniveau. Dus vrouwen, zwangere vrouwen, mannen en vrouwen in de reproductieve levensfase. Interventies, ja, een beetje een ingewikkeld begrip. Hoe moet ik het zien? Het zijn simpel, het zijn maatregelen die je kunt nemen om iets te verbeteren. Het is een vorm van preventie. En het kan een vorm van primaire preventie zijn, het kan een vorm van secundaire preventie zijn, vroegtijdige opsporing, of ook een preventie zoals bij de audit wat we gedaan hebben, door casussen te bespreken. Het is misgegaan, maar goed, we hebben ook daaruit geleerd. Dit jaar zijn er bijvoorbeeld baby's overleden op de neonatale intensive care unit van het academisch ziekenhuis. Het heeft geen zin om elkaar daarover verwijten te maken, maar wat hebben we eruit geleerd? Er moeten betere protocollen zijn en mensen moeten zich ook aan de protocollen houden. Dat is heel belangrijk, maar goed. Maar als ik kijk naar Stichting Perisuur en dan kijk ik naar bijvoorbeeld mevrouw Griselda is van het Diakones ziekenhuis. Hè? Ja, hoe zit het met de samenwerking tussen bijvoorbeeld de Stichting Perisuur en überhaupt een ziekenhuis? Is het zo dat de stichting gaat naar een ziekenhuis om te zeggen, jongens, mag ik helpen? Of hoe zit dat precies in elkaar voor Stichting Perisuur? Ja, de samenwerking. We hebben hele goede samenwerking. Misschien is het ook goed. U noemde net ook projecten. Perisuur heeft verschillende projecten uitgevoerd. En een van de projecten wat heeft geleid tot het ontwikkelen en implementeren van de interventies, is een samenwerkingsverband geweest tussen drie Surinaamse ziekenhuizen, het Diakonessenhuis, het Sint Vincentius ziekenhuis en het Slans Hospitaal en drie Nederlandse organisaties. TNO Nederland, dat is een onderzoeksinstituut, die probeert door maatschappelijke interventies de zorg te verbeteren. En het Leids Universitair Medisch Centrum en de Beroepsorganisatie voor Verloskundigen in Nederland. Ja. Deze zes organisaties hebben samen deze interventies ontwikkeld en succesvol geïmplementeerd in Suriname. Dus zo is, en die samenwerking duurt voort, ondanks het project is afgerond. Omdat we ook mede dankzij trekkers als Griselda, die van wie samen zwanger de baby is, om het zo te zeggen, zich voortzetten voor de samenleving. Ja. Pre- en postnatale zorg in Suriname. Ik zit even te denken hoe ik hem goed moet formuleren, hoor. Heel voorzichtig moet formuleren, omdat het jullie vakgebied is. Wat kunnen we ervan zeggen in Suriname? We hebben er een beetje over gebrainstormd en over gepraat. Maar hoe is het nu op dit moment in Suriname? We hebben hier iemand van Perisuur, samen met iemand van Diakones, maar tot die totale pre- en postnatale zorg. Wat kunnen we ervan zeggen nu op dit moment in Suriname? Het ziet er niet slecht uit. Het is goed. Die zorg is ter beschikking.
En mensen moeten er gebruik van maken. Toch? Maar... Want overal, kijk bijvoorbeeld zuster, zuster Sari, die is van Peperpot. Het heel kustgebied, daar is die prenatale zorg, die postnatale zorg, is ter beschikking. De regionale gezondheidsdienst, ja. Die bestrijkt het heel, die hele kustvlakte. En daar kun je die zorg, daar wordt die zorg geboden. Als we nagaan dat de RGD zorgt voor nieuwe polyklinieken, waarbij de mensen uit die community daar kunnen gaan om... prenatale zorg te genieten. Die zuster heeft het ook aangegeven. Ze hebben meer tijd voor die zwangeren. Dus die informatie wordt gegeven. Mm-hmm. Die begeleiding is er. En ook in de ziekenhuizen, dus in de tweede lijn, wordt die prenatale zorg geboden. Echter is het zo dat de mensen goed geïnformeerd moeten zijn, zich er degen bewust van moeten zijn, dat als ze zwanger zijn, dat ze weten dat ze naar de zorgverleners gaan om die hulp te krijgen. Dus in principe zit het niet slecht. Echter hebben we nog één, elke sterfte is één te veel. Dus we blijven eraan werken om die zorg zo optimaal mogelijk te bieden. En nu een beetje een vervelende, misschien een vervelende, gevoelige vraag. Als we dus ongunstige geboorte hebben, zegt mevrouw Ashnafa, 1 op de 5 vrouwen, zou je die pre- en postnatale zorg daaraan kunnen koppelen om te zeggen van guys, dan is het nog niet zo waar het moet. Zouden we die cijfers kunnen gebruiken als maatstaf voor, om te zeggen van het is goed of het moet beter? Kijk, de zorg in Suriname is op zich goed georganiseerd. Desalniettemin zien we dat het bij 1 op de 5 zwangerschappen niet zo gunstig afloopt of een ongunstige geboorteuitkomst daarin resulteert. En dat is waarop we moeten focussen. En, want bij een groot deel van deze zwangerschappen is er iets te doen. Je kunt middels preventie, je kunt maatregelen nemen, die interventies van Perisuur, je kunt maatregelen nemen om... middels een hele kleine investering een geboorteuitkomst te verbeteren. Ja, ja. En dat is helemaal goed voor de gezondheidszorg in Suriname, in zijn totaliteit. Als een baby vroeg geboren wordt, moet de baby behandeld worden in een ziekenhuis. De behandeling, opname in het ziekenhuis kost zoveel geld. Als je dat kunt voorkomen door te investeren in een gezonde zwangerschap, door dat goed te plannen, eventuele risico's die er zijn voor de conceptie terug te dringen en te investeren in een goede zwangerschap en een normaal geboren baby, dan heb je die kosten ook niet meer. Dus middels preventie en maatregelen, interventies, zijn er nog altijd verbeterpunten in de zorg van Suriname. En daar proberen we vanuit Stichting Perisuur aan bij te dragen. Oké, en heb ik misschien nog een vervelende vraag? We leven nu vandaag aan 2018 en u zegt de ongunstige geboorten zijn 1 op 5. Als we kijken van waar we komen, kunnen we zeggen was het erger of is het juist nu vervelender geworden? Hebben jullie misschien zo'n soort van vergelijking gemaakt van toen? Dus kijk naar beide mensen hoor, ziekenhuis, Stichting Perisuur. Hoe was het toen? Weet je nou, en nu is er een beetje een vergelijking maar van hey guys, we zijn op de goede weg. Met de interventies denk ik dat we op de goede weg zijn. Samen zwanger wordt steeds meer bekender. Mensen maken kennis ermee. En wat ik dagelijks zie, is dat vrouwen bewuster worden. En ook heel enthousiast reageren als ze horen dat ze hieraan kunnen participeren. Dus we zijn op de goede weg. Om te zeggen van, hey, toen was het veel meer. Want als ik slechts naar de 13 groepen... De 12 groepen kijk die ik gedraaid heb samen met de andere verloskundigen, waarbij van de 100 zoveel vrouwen, eigenlijk alle baby's hebben een goede score gehad. Slechts 2 of 3 hadden een laag geboortegewicht met een goede reden. Dus dan kan ik zeggen dat we... Dat we voorop één stapje, we moeten het nog gaan onderzoeken, helemaal gaan onderzoeken om echt cijfers te kunnen presenteren. Maar we zijn op de goede weg en het gaat. Dus we maken stappen vooruit. Ja. We zijn aan het verbeteren. Dus ik mag zeggen, we hebben een vrij adequate pre- en postnatale zorg in Suriname. Mag ik dat zeggen, voorzitter? Ja. Oké. Okay. Zeker, dan mag u zeker zeggen, het is goed om daarop aan te vullen. Binnen ons, vanuit Stichting Perisuur, monitoren we ook geboortegegevens.
En hoeveel vrouwen zijn er bevallen, hoeveel hebben een gunste, hoeveel hebben een laag geboorte geweest van de baby's en vroeg geboorte. Waarom? Want met deze gegevens kunnen we ook de effectiviteit van de interventies die we introduceren aantonen. Want je doet het uiteindelijk om betere geboorteuitkomsten te krijgen. En natuurlijk is er een proces van zwangerschap, zwangerschapsbegeleiding en bevalling. En dan moet je de gegevens met elkaar vergelijken. Maar uiteindelijk hopen we dat we op middellange termijn kunnen aantonen dat er een dalende trend is in deze ongunstige geboorteuitkomsten. Want daar doen we het uiteindelijk voor. Ja. U kijkt nog steeds naar een nieuwe aflevering van Opinie, waarin we praten over de pre- en postnatale zorg in Suriname. En we hebben hier te gast mevrouw Ashna Hindori Mohango en mevrouw Griselda Vliet van der Leeuw. Ik hoop dat ik het goed heb gezegd. Wanneer komt de gynaecoloog in beeld? Of waar, of wanneer komt dan de gynaecoloog in beeld? In dat hele proces, hè? In principe, als het om een gezonde zwangere gaat, een fysiologisch verloop, zeg maar, dan hoort die zwangere bij de verloskundige thuis. Bij zuster Sari, zeg maar. Zo gauw er een complicatie is, of er een bijzonderheid is, een pathologisch aspect, dan komt die zwangere bij de gynaecoloog terecht. Dus de gynaecoloog is eigenlijk voor de pathologische zaken en voor het normaal verloop is een zwangere bij de verloskundige terecht. Dat is nog altijd zo. Echter in Suriname is het zo, we hebben de eerste lijn, de RGD en de medische zending en de tweede lijn. De meeste vrouwen in Suriname die bevallen in de tweede lijn in het ziekenhuis. Daar is de gynaecoloog de verantwoordelijke van zo'n zwangere en de verloskundige die doet de bevalling. Zo gauw die mevrouw in het ziekenhuis is en ze bevalt spontaan, dan doet de verloskundige die bevalling. Maar soms zijn er complicaties, die ontsluiting vordert niet of dat kind maakt het niet goed. Dan komt de gynaecoloog erbij om die baby eruit te halen middels een keizersnee of een vacuümextractie. Ja. Dan komt de gynaecoloog in beeld. Oké. In de tweede lijn is het zo dat de vrouwen één om één, als alles goed verloopt, dan hebben ze een bezoekje bij de gynaecoloog en dan is het volgende bezoek bij de verloskundige en zo verloopt dat proces om en om. Ja, ja. In de tweede lijn. Ja, ja, in de eerste lijn dan bezoekt de zwangere de verloskundige en zo gauw zij iets opmerkt, dan kan het zijn dat zij dan verder verwijst naar de tweede lijn naar het ziekenhuis en bevalt zo'n mevrouw in het ziekenhuis. Verloopt alles goed, dan bevalt ze lekker in haar eigen omgeving, op Peperpot of op Lelydorp of op Meerzorg bij die verloskundige. Oké, ik hoorde zuster Ari Sanawi ook zeggen dat de RGD, dus haar, waar zij aan verbonden is, dat ze dus ook naar de mensen uitdrukken om te gaan kijken hoe ze het maken thuis, toch? Maar dan komt er iets in mijn hoofd op, postnatale zorg is dan de zorg na de bevalling, toch? Ja, zeg ik het goed? Oké. Als moeder, als je dus zo'n bevalling hebt gehad, ongeacht de bevalling, een moeder en kind, heb je een keus, hebben ze dus een keus om gebruik te maken van die postnatale zorg? Mag die moeder ervoor kiezen? Of zegt de instantie gewoon van nee, mevrouw, wij komen gewoon naar u toe. Dat is gewoon het proces. Nou, of moet de moeder kiezen van ik wil die zorg? Nee, die moeder hoeft het niet te kiezen. Ze heeft er recht op. Ze moet die zorg. Die postnatale zorg hoort erbij, omdat de nakontrole heel belangrijk is. De verloskundige gaat na hoe is het traject, hoe is de bloeddruk, hoe is het bloedverlies erna. Als ze bijvoorbeeld een snee heeft gehad, hoe droog die wond, et cetera. Hoe gaat dat kind aan de borst? Dat is allemaal het traject dat erbij hoort. De moeder heeft er recht op. Het mooie van de RGD is dat allemaal in die community gebeurt. Dus de verloskundige gaat naar daartoe om te kijken hoe het allemaal gaat. Hoe de baby drinkt. Hoe het is met het bloedverlies na de bevalling. Hoe zit het met de baarmoeder? Gaat hij weer terug naar zijn oude vorm? Al dat soort dingen. De verloskundige bij de RGD in die eerste lijn, die kan ook de omgeving van die moeder nagaan. Hoe zit het? Zijn er stressoren in haar omgeving waar ze advies kan uitbrengen?
Dus zij heeft, ik vind, zelfs moet ik moet eerlijk zeggen, ik ben een beetje jaloers op de verloskundige die bij de RGD zit. Omdat ze echt in die community zit en veel meer kan opsporen. Maar vanuit de ziekenhuizen heb je dat niet, no? Dus dat de mensen vanuit de ziekenhuizen... Vanuit het ziekenhuis heb je niet, ook no? Die postnatale zorg. Als ze naar huis is gegaan, krijgt ze soms na 3 dagen, soms na 1 week een afspraak om terug te komen. Waar al deze zaken ook gecontroleerd worden. Dus in het ziekenhuis heb je dat ook. Maar bij de RGD, dan ga je echt in die community. Die moeder is thuis, ze krijgt het bezoek van die verloskundige, krijgt ook hulp. En die verloskundige kan soms 1 uur, maar als het nodig is ook 2 uren bij haar thuis blijven. Terwijl in het ziekenhuis moet die moeder van huis vertrekken, zich aankleden, met ja, baby naar de poli. Ja. Dus, op die manier. Ja. Oké. Ik denk dat onze tijd erop zit voor deze aflevering van Opinie, maar natuurlijk zou ik het heel mooi vinden als misschien jullie iets zouden willen meegeven aan de vrouwen die misschien nu zwanger zijn of zwanger willen worden of alle bevallen zijn. Misschien elk van jullie uit jullie eigen invalshoek misschien iets willen meegeven. Ja, ik zeker. Ik denk misschien moeten beginnen. Ja, graag zelfs. Ik wil de samenleving vragen om zich ervan bewust te zijn dat de zorg voor een pasgeborene niet begint bij de bevalling, bij de geboorte, maar al in de periode daarvoor. En met de periode daarvoor bedoel ik de zwangerschapsperiode, maar ook de periode voor de conceptie. Investeer in een plan je zwangerschap zorgvuldig. Investeer in een gezonde zwangerschap, ten einde een gunstige, gezonde baby ter wereld te brengen. Mevrouw Griselda. Nou, ik wil eraan toevoegen. Zo gauw de gedachte in je opkomt om een kind te krijgen, zet je skin voor si gum mikwam ching. Ga naar de dokter, ga naar je huisarts, ga naar je gynaecoloog en praat daarover. Het gebruik van folinezuur is heel belangrijk als je eraan denkt om een kind te krijgen. Dus zodra je dat wil, begin met het slikken van folinezuur. Voorkomt een open ruggetje bij de baby en dat is heel goed voor het proces van, van de conceptie. Zou je het niet alleen willen doen, is het altijd goed om samen zwanger te zijn. Want daar heb je ondersteuning van elkaar. Het is een groep met 10 tot 14 vrouwen. Je hebt altijd een verloskundige ter beschikking. Je vragen blijven nooit onbeantwoord. Dus ben je zwanger, ben je tussen de 8 en 20 weken zwanger. Meld je aan voor samen zwanger. En we gaan er samen tegenaan. Er ontstaan hele mooie vriendschappen, friends for life zeg ik. En maak contact met ons en we doen het samen. Je man, jij, je baby en de verloskundige. Geweldig. Rest mij nog alleen maar af te sluiten en te zeggen dat er zijn mensen in Suriname die zich echt geven om die zorg. In dit geval zeg die pre- en postnatale zorg. En dat we dus uit dit hele gesprek hebben kunnen halen, dat we toch wel een vrij adequate pre- en postnatale zorg hebben in Suriname. Het is een heel proces. Het is niet zo vanzelfsprekend, zoals ik al eerder zei in mijn inleiding. Er gaat wel wat mee gepaard. Dus, zoals mevrouw Griselda zei en mevrouw Ashna ook op haar beurt zei, indien je dus hulp nodig hebt, zoek die hulp. En indien je dus hulp of assistentie nodig hebt, zoek die assistentie of zoek die hulp. Want er zijn genoeg instanties en genoeg mensen die met liefde, met passie en met alles dat ze hebben willen helpen vanuit hun vakgebied. Ik hoop dat u iets hebt kunnen hebben weer aan deze aflevering van Opinie. Ik wens u verder een hele fijne kijkavond verder. Maar natuurlijk wil ik u even nog melden dat in geval u misschien deze aflevering hebt gemist, dat u even erop let dat we woensdag herhalen, telkens ook weer om 9:00 en vrijdag. En als u die ook nog hebt gemist, dan gaat u dan rustig naar de YouTube-channel van het Nationaal Informatie Instituut. En dan kunt u daar dus ook rustig door die aflevering gaan. Blijft u kijken naar kanaal 8.3, Gov Televisie. Ik ben Ryan de Gama. Goedenavond.
kliniek.